2017 wordt een heel belangrijk jaar voor VVV. Zeker ook omdat we op zoek zijn naar een nieuwe locatie dit jaar. De afgelopen twee seizoenen hebben wij gespeeld op de Eendracht. Hebben wij de accommodatie gedeeld met Queen Vive. Dit jaar zijn we bezig met de KNCB en de gemeente om toch naar een eigen complex, eigen veld te gaan verhuizen. En daar zijn we druk mee bezig met de KNCB en de gemeente Amsterdam. Vorig jaar zijn we helaas tweede geëindigd, waardoor we net promotie naar de topklasse hebben misgelopen. Positieve is wel dat we heel veel jongens vanuit de tweede en derde naar de eerste hebben kunnen laten doorstromen. Dat willen we ook zo vasthouden, dus eigen talent en hopelijk één of twee buitenlandse coaches erbij. We hebben dit jaar al de eerste pro gesigned, dat is Anise Davids. Die komt over van Bloemendaal, is een Zuid-Afrikaanse allrounder. Heeft vorig jaar ik geloof 35 wickets en 450 runs gemaakt in de hoofdklasse. Die heeft dit jaar besloten dus om bij ons te komen cricketen, dus dat wordt een, zeker een versterking. Daarnaast hebben we ook twee talenten, Asset Salimi en Fezan Bashir. Het zijn jongens in de 20 die heel goed kunnen cricketen en waar we in de toekomst zeker veel van zullen gaan horen. Dit jaar zijn er dus 10 teams in de hoofdklasse, promotie voor de nummer 1. Dus het wordt sowieso een heel moeilijk jaar. Zeker ook omdat er meer grasweekclubs erbij zijn en die willen natuurlijk promotie naar de topklasse. Zelf hoop ik wel dat wij in de top 3 eindigen dit jaar. Hartstikke bedankt.